Noah's Ark Children's Ministry, Uganda. Welkom bij Noah's Ark Children's Ministry Uganda. Wij zijn Piet en Pita. We willen jullie graag laten zien wat we met Gods hulp en jullie support hebben kunnen doen. Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met een kinderhuis. En dat is inmiddels uitgegroeid tot veel meer dan dat. Naast het kinderhuis hebben we de scholen, de kleuterschool, de lagere school en het voortgezet technisch onderwijs. Ook hebben we ons verdiept in de medische kant en daarom hebben we een medisch centrum opgezet. En dat alles vormt nu één geheel en daar wil ik jullie graag iets van laten zien. In het kinderhuis hebben we momenteel meer dan 150 kinderen waar we voor zorgen. En we krijgen heel vaak de vraag van ja, hoe komen die kinderen nou eigenlijk bij jullie? Wel, de meeste van de kinderen die we hebben, komen bij ons via de politie. Een kind wordt gevonden, soms in de graskant of onder de bosjes. En soms zelfs in de vuilcontainers of in een pitlatrine. Mensen brengen het naar de politie en de politie belt ons. Dan komen ze hier in Noah's Ark en begint voor ons het werk. Om ze te zien dat we ze gezond krijgen, goed gevoed krijgen en dat ze over hun trauma's heen mogen groeien. Want weggegooid worden is natuurlijk niet niks. Dat laat uiteraard gevolgen achter bij het kind. Zeker als ze groter worden en ze horen van ja, jij was weggegooid. Dat is niet makkelijk. Maar we proberen zo goed mogelijk ze eroverheen te helpen. En wel, Piet en ik zijn eigenlijk gewoon papa en mama voor deze kinderen. En op die manier ja, groeien ze toch in een gezin op. Ook al is het een beetje groter dan normaal. Ieder kind heeft zijn eigen plekje hier. Hun eigen bed, hun eigen slaapkamer, niet alleen, zijn kinderen delen een kamer, 6 of 8 kinderen, maar het is wel hun kamer. En ook aan de tafel, waar ze eten. Ze hebben allemaal hun eigen tafel waar ze aan zitten en hun eigen plekje. En dat geeft ze het gevoel van ik hoor erbij, ik ben deel van dit geheel. Dus voor ons is dat belangrijk, dat ze weten van dit is van mij. Als de kinderen ongeveer 7 of 8 jaar zijn, dan gaan ze uit het babyhuis uiteindelijk. Dan gaan ze in wat wij noemen family units. Kleinere huisjes met 8 tot 10 kinderen. Zodat ze meer opgroeien op het niveau van echt een gezin. Hun eigen verantwoordingen hebben om hun eigen kleren te wassen. Zelf eten moeten koken. Ze moeten daar op hun eigen speelgoed letten, hun eigen dingen doen. Zoals dat in een normaal gezin eigenlijk gewoon is. Zo, de opvoeding is uiteraard een belangrijk deel van wat we hier doen. Dus we hebben de normen en de waarden die in een gezin thuis horen, proberen we heel duidelijk in de kinderen te brengen. En daarnaast is het zo dat we als christelijk gezin opgroeien. Dus de kinderen bidden voor hun eten, de kinderen bidden voordat ze naar bed gaan. En we hebben onze eigen kerk. Om naar de kerk te gaan met de hele groep is inmiddels een onmogelijkheid geworden. En dus hebben we gezegd van we beginnen onze eigen kerk, zodat het dan ook een kinder- en jeugdkerk wordt.
specifiek gericht op de kinderen en de jeugd. Muziek en dans is in Afrika een heel belangrijk onderwerp. Onze kinderen zijn best heel muzikaal en vinden het ook heel fijn om muziek te maken. We hebben ons toegelegd om allerlei muziekinstrumenten aan te schaffen en te gebruiken. Zo spelen de kinderen gitaar, keyboard, trompetten, drums, lokaal, internationaal, allemaal. Ze vinden het helemaal te gek. De kinderen zijn razend enthousiast met hun muziek. Op onze kleuterschool hebben we een gemengd gezelschap van kinderen. We hebben kinderen uit het kinderhuis die al bij ons zijn vanaf dat ze baby waren. Maar we hebben ook kinderen uit de buurt vandaan. Kinderen die niet naar school konden en die nu ook alvast kunnen beginnen met leren. De klassen hier zijn vanaf 3 jaar. Met 3 jaar gaan de kinderen naar de kleuterschool. En dus hebben we een klas van 3-jarigen, een klas van 4-jarigen en een klas van 5-jarige kinderen. Wat we hier heel belangrijk vinden is dat de kinderen leren door te spelen en al spelend leren. Ze leren de vormen, ze leren de kleuren, ze leren met elkaar spelen zonder te vechten. Dat zijn belangrijke dingen voor kinderen om te leren. Maar in Oeganda denken ze daar iets anders over. Ze willen hier al gauw een schoolbord in de klas en de kinderen moeten beginnen met kopiëren van woorden schrijven, sommetjes maken. En dat vinden wij dus helemaal niet goed. Dus wij zeggen, nee, ze moeten juist leren spelen, leren puzzelen. Ze moeten leren om dingen te herkennen. Maar vooral, ze moeten leren om met elkaar om te kunnen gaan. En om dingen te leren delen samen. De kinderen hier in school vinden het ontzettend leuk om naar school te gaan. Ze komen heel blij aangelopen iedere morgen. En ook de kinderen die vanuit het huis naar beneden gaan, huppelen de weg af naar school toe. En ze zijn altijd weer blij als ze hun vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten. En als ze de juffrouw opnieuw zien, want ze zijn allemaal gek op hun juffrouw's. De lagere school bestaat uit 7 klassen. Elke klas heeft ongeveer 30 kinderen. En 1/3 daarvan komt vanuit het kinderhuis, onze eigen kinderen. En 2/3 komen vanuit een wijde omgeving naar onze school toe. We proberen kinderen te helpen die niet naar school kunnen op een andere manier. En wij proberen dan te zoeken naar sponsors, zodat zij ook naar deze school kunnen. Kwaliteitsonderwijs is een probleem in Oeganda. We willen een school hebben die een voorbeeld is voor de hele omgeving, ook naar andere scholen. En die gewoon kwaliteit kan neerzetten om de toekomst van de kinderen zo goed mogelijk te laten zijn. Uiteindelijk is ons motto van nobody to somebody. Van niemand tot iemand. En daarvoor hebben we goed onderwijs nodig. Onderwijs is het begin van ontwikkeling. Have you ever heard about Zacchaeus? Yes. No. Yes. Yes. Okay. Yes. We all keep quiet and we hear what the book says about Zacchaeus. Is it right? No. Any other person who can put him for it? Yes.
Na de lagere school hebben we de volgende fase. De secondary vocational school. In Uganda is het gewoon om naar voortgezet onderwijs te gaan. Maar dat is over het algemeen alleen maar theoretisch. Wij hebben gezegd, dat willen we niet. We willen het praktisch maken. Want dat is wat er ontbreekt in het onderwijssysteem in Oeganda. Dus we hebben het gecombineerd met het theoretische, het voortgezet onderwijs en het praktische, technische onderwijs. Als beroepsmatige vakken hebben we ons verdiept in viskwekerij, bijenhouden, koeien, varkens, kippen. Allerlei beesten die je op een boerderij tegen kan komen, hebben wij zo een beetje rondlopen. Te meer omdat het past binnen Noah's Ark, slotverrekening. Maar voor de kinderen is het nou precies waar ze van leren. We willen ze de verscheidenheid bijbrengen van het veehouderij en het landbouwgebeuren. Want we verbouwen ook groentes. Als technische vakken doen we houtbewerking, metaalbewerking, metselen, loodgieterswerk, elektra, automonteur. Alles wat je bedenken kan wat hier gebruikt wordt in dit land, waar gebrek aan vakmanschap is, proberen we ons in bezig te houden. Dus de jongelui kunnen kiezen voor wat voor vakken ze willen gaan doen. Maar het eerste jaar is gewoon als het ware een brugjaar. Ze doen alle vakken. Het tweede jaar hebben ze minder en het derde jaar gaan we meer gespecialiseerd. Dus voor Lievelee gaan een aantal van de praktische vakken die ze in het begin allemaal hebben moeten doen, gaan eraf. Zodat we de beste interesse, de beste vaardigheid bij de jongelui kunnen ontdekken waar ze zich in verdiepen. Als eindresultaat op de school hopen we jonge mensen de markt op te kunnen sturen die een baan kunnen creëren voor zichzelf. En niet direct een baan zoeken. In het centrum behandelen we de kinderen uit ons kinderhuis, maar ook de kinderen van de school die hier op het terrein is. Verder hebben we mensen uit de omgeving die ook hierheen komen. En de meeste ziektes die we hier behandelen is malaria, diarree, ziektes die je krijgt van vuil water zoals tyfus. Dat zijn eigenlijk veel voorkomende dingen waar we hiermee te maken krijgen. Maar daarnaast hebben we ook een deel dat gebruikt wordt voor zwangere vrouwen. We hebben een zwangerschapskliniek waar vrouwen kunnen komen voor controles. En als de tijd daar is, ook kunnen bevallen. Een van de onderdelen die we doen hier in het medisch centrum is een ondervoedingscentrum. We worden heel veel geconfronteerd met zwaar ondervoede kinderen. En we besloten daar iets aan te gaan doen. Dus ook daar hebben we een speciale afdeling voor om die zo goed mogelijk te kunnen helpen. In het medisch centrum hebben we ook ons laboratorium, waar we alle onderzoeken kunnen doen die nodig zijn. Daarnaast hebben we een apotheek, waar alle medicijnen die meest voorkomend zijn hier, gewoon voorradig zijn. Dus de mensen die krijgen dat, moeten daar een klein bedrag voor betalen. We gaan de dorpen in met een mobiel consultatiebureau, waar we ons toeleggen op voorlichting over onder andere schoon water, hygiëne, malaria, HIV en AIDS, borstvoeding en ondervoeding. We doen daarnaast ook een ambulanceservice, dat als er een noodgeval is, kunnen we daar naartoe om mensen op te halen. Of als een bevalling dreigt verkeerd te gaan, kunnen we ook mensen doorverwijzen naar grotere ziekenhuizen veel verder weg. Wat we dan ook met de ambulance doen. Aan het eind van deze film hoop ik dat jullie ervan genoten hebben, zoals wij ervan genieten. En dat we met elkaar nog in staat zullen zijn om nog veel meer kinderen te helpen. Ja. Cassandra, you see. Let us wave. Bye-bye. Bye.
website of our Facebook. Edu Mate!